Ja, vrienden. Ja, ik doe even dat kapje af voor, want er zijn hier niet zo heel veel mensen, dat zien jullie wel. Ik wil het even hebben over die KNVB. Ja, kom even hier, kom even hier, kom even hier. Die KNVB, jongens. Kennen die het woord empathie wel? Dat is de vraag. Kennen die het woord, hebben ze dat überhaupt in hun woordenboek staan, daar in Zeist? Empathie. En empathie, dat wil zeggen inlevingsvermogen. Dat betekent of je de vaardigheid hebt om je in de gevoelens van een ander in te leven. Daar gaat het over. Dat hebben ze bij de KNVB niet. Maar dan ook totaal niet. Dat zijn gewoon een stelletje kille kneuzen bij de KNVB. Dat is wat het is. Kille kneuzen en niks anders. En we draaien met de camera weer zo, zodat ik weer lekker in het zonnetje sta. Want die KNVB, daar word ik dus helemaal gek van. En dan denk je bij jezelf, ja Harry, wat maak je hier nou druk om? Weet je waar ik me druk om maak? Is dat de Kuip toch weer leeg moet. De Kuip met al die spandoeken en met al die sjaals, helemaal volgehangen. Dat moet toch weer leeg, omdat de KNVB zich niet kan inleven in de supporters van Feyenoord. Dat is het probleem. En ik word daar dus knettergek van. Ja. En dan moet die hele Kuip, die moet dus weer leeg, omdat de bekerfinale daar gespeeld moet worden. En kom me nou niet vertellen, alsjeblieft niet, dat het traditie is. Alsjeblieft zeg. Traditie. Traditie om de bekerfinale in de Kuip te spelen? Is het traditie dan om te zeggen, we spelen de hele bekerfinale niet, zoals het afgelopen seizoen? Is dat traditie? Ja, dat vindt de KNVB dan kennelijk traditie. Het is toch om knettergek van te worden. En nou moeten die Feyenoord supporters, die daar dus weet ik veel hoeveel dagen mee bezig zijn geweest om die Kuip fantastisch vol te hangen. Die moeten dus nu zorgen dat die Kuip maar weer leeg wordt. Omdat de KNVB dat wil. Die kille kneuzen van de KNVB. Hoe makkelijk was het niet geweest om te zeggen, ach, weet je wat, door de omstandigheden van corona en noem het maar op, weet je wat we doen? We spelen het in een ander stadion. Nou zeg, wat een idee. En dan doe je dat, weet ik veel waar, in Utrecht, in Breda, in Doetinchem, kan mij schelen waar. Daar ga je het spelen. Daar speel je dan die bekerfinale. Nee, het zal en het moet in de Kuip. En die arme Feyenoord supporters, die moeten de boel maar opruimen. En die jongens van Ajax, die hadden daar geen enkel probleem mee gehad om het in een ander stadion te spelen. Punt. KNVB, dat is wat jullie zijn. Zielepieten en kille kneuzen.